Deze nieuwsuitzending die wordt racistisch. Want ik ga het hebben over het blanke ras. Dus, wat ik vernomen heb is dat het aantal kinderen per vrouw de laatste 5 jaar, 6 jaar, de nieuwe metingen, die zijn nog lager. We praten nu over metingen van 1,1, 1,3 kind per vrouw. Terwijl het een paar jaar geleden was het nog 1,7 kind per vrouw. Wat ik al zorgelijk vond. Dat is veel te weinig. Ja, maar vanwege de overbevolking. Ja, homo. Ja, ga dat tegen die bruino's vertellen. Er zijn hele rassengroeperingen. En dan praat je over rustig 6 kinderen per vrouw. Ja, ga daar wat aan doen. Maar het blanke ras. In China hebben ze zo'n beleid gehad. Hè, van 1 kind per vrouw. Daar zijn ze mee gestopt. By the way. Want dat leidde tot echt grote sociaal-economische problemen. Zoiets kan je niet zomaar doen. Dan krijg je problemen met ouderenzorg. En, je moet tegen je bevolking duidelijk weten te maken dat ze niet moeten neuken als konijnen. Hè? Want er is maar zoveel gras. Maar ja, die Chinezen die zijn niet zo slim wat op dat terrein. Hè? Die bleven maar neuken. Toen heeft die overheid gezegd, 1 kind per vrouw. Dat werd hard doorgevoerd, jongen. Dat zou binnen het blanke ras niet hebben gekund. Echt niet. No way, Jose. En dat 1 kind per vrouw beleid, dat is ingevoerd in de jaren 70 of zo. Tja, dat had bij ons niet gekund. Ja, voor zover de Chinezen. Klaar. Drama's, jongen. Er waren daar stelletjes. En er was, was er 1 kind geboren. En dan was er een vrouw met een dikke buik. Die al een kind had dus. Hè? En die werd verklikt. Ja, dan kwamen ze langs, hoor, van de overheid. Wij zitten te gruwelen over die roman 1984. Maar in China, dat is daar werkelijkheid. Het is een maatschappij van slaven. En alle Chinezen, ja, sambal bij, wij blij. Wij meer spleet oog heb dan jij. Moeten die Chinezen maar weten. Daar gaat deze uitzending niet over. Het gaat over het blanke ras. Ja, want die vrouw, zo'n zwangere vrouw die verklikt werd. Wat denk je dat er met die vrouw gebeurde? Oh, mijn bentje wijtje. Laat me even kijken. Oh, daar zit dat mormel. Hoppakee. Ja, dan krijg jij als Chinees krijg je vrouw terug van de burgerkinderslagbank. En die vrouw helemaal zo, het hele hormoonsysteem van die vrouw. Ja, zo zijn de Chinezen. Ja. Maar wij niet. Nou, ja, niet in die mate of op die manier. Nee, bij ons gaat dat kennelijk automatisch. Tegen die Chinezen kon je zeggen, 1 kind per vrouw en de rest is het apporteren, jongen. Helemaal gratis en voor niets. Krijg je nog een boete ook? Een vergoeding voor verrichte werkzaamheden. Bij ons gaat dat vanzelf. Al die vrouwen gaan vrijwillig naar abortus klinieken. Oh jee. Oh, die zit een mormel in mijn buik. Oh, overbevolking, overbevolking. Oh.
En die gaan op hun rug liggen, knieën uit elkaar. En ga maar even kijken waar het mormel zit. Want die arts zegt, ja, ik zie hem zitten. Ja, stil blijven liggen. En dat doen ze vrijwillig. Voor de rest, de helft van de vrouwen zit aan de pil. Dat is een stom idee. Je kan het niet vaak genoeg herhalen. Maar het slikken van de pil is spelen met vuur. Het is een leuk geintje. Voor zolang het goed gaat. Met jouw lichaam. Slikken van de pil gaat er weg. Jouw oestrogeenniveau, ik heb het al eerder verteld hoor. Maar je oestrogeenniveau als vrouw, het heeft een periode van 4 weken. En dan gaat het omhoog en dan gaat het omlaag. En op een bepaald punt, en dan zit je ijsprong, en dan stijgt je lichaamstemperatuur of zo. En dan word je helemaal hot van binnen. En dan komt die ongesteldheid. En dan gaat alles weer uit. En dan zak je lichaam weer in elkaar. Nou, met die oestrogeenvoorziening, met de pil, heb je toch zo'n strip dat er precies op staat, dit is dag 1, dit is dag 2, dit is dag 3. En elke dag een pilletje nemen. En als je een dag vergeten bent, laat die pil dan maar zitten. Maar dan moet je altijd nog de pil pakken van dag nummer 4, als je dag nummer 3 vergeten bent. En die moet je dan maar weggooien. Yeah. Je maakt je lichaam. Dus je grijpt ernstig in, hè? Ja, want jouw cyclus is dan eens in de 4 weken. Maar het is niet zo dat het dan is van, pak de kalender erbij, dat het helemaal vast ligt. Nee, ben jij hem af. Soms word je wat eerder ongesteld. En soms word je wat later ongesteld. Natuurlijk. Het ligt er maar aan wat je gedaan hebt en met wie je omgaat. En vrouwen die in een gemeenschap leven, een gemeenschap van vrouwen, die worden uiteindelijk, als je maar lang genoeg wacht, worden ze allemaal tegelijkertijd ongesteld. Er komt een harmonie in. En die harmonie, die doorbreek je met het slikken van de pil. Want dan wil jij zo. En hoe gaat het met jou? Nou, ik zit in dag 6 van mijn pilstrip. Oh, zie ik je daar? Oh, zeg. Ja, ik zit op dag 17. Ja. Misschien dat vrouwen dat dan moeten afspreken. Want die wonen in een woongroep en ze gebruiken allemaal de pil. En als ze dan zeggen van, nou, weet je wat, we stoppen er allemaal even een tijdje mee en dan gaan we allemaal tegelijkertijd beginnen. Ja. Dus even een tijdje geen seks. En dan gaan we tegelijkertijd beginnen. Zodat we zelf in hetzelfde ritme zitten, zodat het net weer natuurlijk is. Ja. Denk er maar even over na. Maar geen pillen mislikken. Ja, überhaupt niet hoor. Maar de pil. Waarom heet dat ding eigenlijk de pil? Wat voor een auto rij je eigenlijk? Nou, ik rij de auto. Oh! De auto. Ja. Oh, en wat is het dan voor een auto? Nou, dat je niet zwanger wordt. Ja, precies. Dat is de pil. En al die jonge mensen die dan aan de seks willen, even af te dwalen. En die willen die jonge mensen aan de seks. Maar ik kan in hindsight, kan ik zeggen, jonge mensen hebben helemaal geen verstand van seks. Waar bemoeien ze zich mee? In de zin van recreatief en lalalala, carnaval. Beetje al je chakra's laten gloeien. Daar hebben jonge mensen helemaal geen verstand van. Moeten ze helemaal niet doen.
moet je overlaten aan oudere mensen. En jongere mensen, ja, die neuken voor kinderen. En dan ga je altijd later, kan je nog whatever gaan doen, hoor. Als je weer nadenkt over wat seks nou precies inhoudt, nou, daar heb je niet een pil bij nodig. Dat kan ik je echt vertellen. Ja, maar ik wil hem zo graag in een gaatje stoppen. En ik wil geen kinderen. Ja, dan zijn we weer terug bij af. We zitten op 1 kind per vrouw. Ja. En op deze wereld, er wonen 7 miljard mensen, volgens de laatste telling. En daarvan is 5% is blank. Het blanke ras. Het behorende, of lijkend op, het blanke ras. 5%. Ja, maar op deze manier is het over 1 generatie, is dat nog maar 2,5%. Ja. Dan krijg je allemaal van die Chinezen die dan... Ja, de 1 kind, mevrouw. En dan verplichte abortus en dan moet je ook nog betalen. Mijn tweede kind is ook geaborteerd, maar dat was nog gratis. En dat was haar keus. Ze is niet gedwongen. Sterker nog. Haar is uitdrukkelijk verzocht om dat niet te doen. Door mij. Die sukkel van een relatietherapeut, die zat een beetje van... Ja, ik ben hier alleen maar de scheidsrichter en het is jullie voetbalwedstrijd. En ik bemoei me echt verder niet mee. Maar hij zei ook nog, ja, de vrouw bepaalt. Ja. Toen hebben 2 andere vrouwen nog tegen haar gezegd, van meisje, meisje. De therapeuten, hè? Van meisje, meisje. Dit slaat nergens op. Ja, als jij zwanger bent in een situatie die oorlogsgebied of zo. Ja, dan wel. Ja. Als je een homo van een kerel hebt. Een homo in de slechte zin van het woord dan. Hè? Een klootzak van een kerel hebt. Klootzak in de slechte zin van het woord. Ja, dat is wat anders. Ja. Als dat niet het geval is, moet je niet gaan aborteren. Don't go that way. Maar de moeder van mijn kind die was gelukkig zo stom als een deur. Of zo stom als verf, zeggen ze in Amerika. Ze was zo stom als verf. En die liet dat doen. Met 14 weken. Jezus. Een levend wezen laten vermoorden. Ja, want anders komen er nog meer blanken. En zij is dus ook een blanke hater. Hè? Ja, nog weer blanken. Ja, die moet klaar zijn met die blanken. En het moet hard omlaag. Want kijk maar naar China. Dat is veel beter. En Afrika, hè? Hij is zeker leuk, weet een man. Ik heb een getuigenis gehoord van een Iranees. Een Persier, moet je eigenlijk zeggen. Dat is een Persier en die woonde in Amerika. En die zei... Want hij is dan multicultureel natuurlijk. Hè? Hij is weer gevlucht of zoiets. Gewoon al jaren in Amerika. En dan zeiden we, ja, het gaat allemaal goed in een wijk. Dat had hij geconstateerd. Hè? Een multiculturele wijk, dat is prima. Gaat echt uitstekend. Maar dan moet je minimaal 50% blanken hebben. Dan heb je minder dan 50% blanken. Dan breekt vroeg of laat de pleuris uit. Dat zijn zijn woorden. Zijn getuigenis. Dat ik het even weet.
En wat dat ons nou zo bijzonder maakt, waar we nou vandaan komen. Nou, ik denk dat wij komen van één en dezelfde vader als alle mensen. Alleen wij zien er anders uit. Wij kunnen beter zwemmen dan negers. Negers kunnen beter hardlopen dan wij. En dat is racistisch. Dat is een racistisch feit. Wij zijn beter in IQ-testen. En we zijn ook beter in het uitvinden van zoiets als een IQ-test. Heb jij wel eens een IQ-test gedaan? Nou, mijn dochter die heeft een score gehad van 120 onder stressvolle omstandigheden. Dus er werd gezegd van oké, we schakelen het af, 120. Ze was daar, ze was depressief of zo. Ze wilde even weten hoe slim ze was. Ja, 120. En IQ, dat is heel... Nou, dat is voor... Ja, voor een heel... Het is niet helemaal voor 100% gerelateerd aan... Puntje, puntje. Maar wel significant. Dus als je een meting doet... onder mensen... Alleen mensen hebben IQ, snap je wel? Dat is statistieken. Je hebt een bepaalde groep, het is allemaal mensen. En dan doe je IQ-testje. En dan moet je, dat is de controlegroep. En dan in diezelfde groep neem je ook een IQ-testje af. En daarvan weet je dat ze crimineel gedrag vertonen. Dat heet de onafhankelijke parameter, of de afhankelijke. Ja. Check het maar even. Maar criminaliteit en een laag IQ. Yep. Zonder meer. En huidskleur doet er niet toe. Het enige verschil is dat mensen met weinig pigment, dus of de Noord-Europese mens, het blanke ras, de Caucasians, wat een scheldwoord is. We zijn geen Caucasiërs, maar kak erop. We zijn Ariërs. Dat is ons ras. Onze taal hier in Nederland, die komt af vanuit het zuiden van India. Sanskriet en Pali. Je moest eens weten waar wij vandaan komen. En ik weet het ook niet. Maar hier in Europa, dit is uitstekend voor ons. Door Nederland, dat was één grote moeras. Eén groot moeras. Dat hebben wij gecultiveerd. Ja, dan hebben we heel Nederland klaar. Al die dijken liggen er. En lalala, Zandvoort aan zee. En dan stroomt het hier vol met al die lui uit Afrika. Van, oh wat leuk, dan komen we hier ook wonen. Ja, ga nog. En we ook die Afrikano's, die hebben wij nog ontwikkelingshulp gegeven. Zodat ze een beetje voor hun eigen konden koken. Nee, hadden ze toch geen behoefte aan. We komen toch maar hier naartoe. Ja. Want dat is het tweede probleem, is dat wij geen eigen land hebben. Wij mogen nergens wonen. Ja, vandaar ook denk ik dat die vrouwen, die blanke vrouwen, allemaal denken van ja, in mijn kut wil ik een champagnekurk met scheermesjes. Aan de benedenkant. Zodat geen man zijn leuter erin durft te duwen. Want wij hebben geen land.
De Somaliërs, die hebben Somalië nog. De Japanners, die hebben Japan. De Chinezen hebben China nog. Zijn er ooit immigranten naar China gegaan? Nee, natuurlijk niet. Naar Japan ook niet. Hé, hey, maar Australië, waar een aantal van ons naartoe zijn gegaan, blanken, die zijn we onder. Amerika, die zijn we onder. Engeland zit helemaal onder. Zweden zit eronder. Ja, Noorwegen, daar hebben ze dan het gelukkige geluk dat ze daar, net als wij, 4 seizoenen kennen. Dit heb ik van een vrouw, die komt uit Noorwegen. Die sprak ik bij Café de Wacht op het terras. Hele aardige mensen, spraken Engels. En ik kwam uit Noorwegen. Ja, wat leuk. Ja, daar hebben we daar 4 seizoenen. We hebben het regenseizoen. En daarna krijgen we het gaat weer regenen seizoen. En daarna krijgen we het gaat alsnog regenen seizoen. En dan krijgen we het regent weer seizoen. En dan beginnen we van voor af aan. En dan gaat het weer regenen. Ja, daar wil niemand naartoe. Maar die Finnen hebben het ook moeilijk, hoor. Ze zijn ook blanken. De Finnen zijn niet dom, hè. De allerbeste strijders die er zijn, denk ik. Die hebben Jozef Stalin op de kloten gegeven. En Jozef Stalin, die jezuïet, ja, was zelf niet jezuïet, maar die jezuïeten, dat is de militaire tak van de katholieke kerk. Zo moet je zien. Dus, iedereen heeft over de NATO, ja, dat is een onderafdeling van de militaire tak van de katholieke kerk. De NATO hoort daarbij. Het Warschau-pact ook, by the way. Die Stalin die gebruikte Mongolen. Geen blanken hoor. Nee, nee. Ook, hè? Ook. Maar Jozef Stalin die heeft toen zijn troepen, of een deel van zijn troepen, Finland ingestuurd. En die zijn daar in mootjes gehakt. Een prachtig heldenverhaal. Het ging als volgt. Ze wisten dat er dus een aanval kwam. Hè? Die Finnen. Hè? Vanuit Rusland. En al die jongens opgetrommeld. Ja, dat kan niet langer. Huppakee, die moeten tegengehouden worden. Maar die Finnen hadden niet echt een knetter van een leger of zo. Ze waren niet voorbereid op een aanval. Dat is helemaal niet waar. En een dromme jongens, huppakee, de bossen in. En dat was in de winter. Het eerste wat ze deden, dat was bomen omhakken. En een sauna maken. En dan die jokers in de gaten houden. En kijken waar de zwakke plekken zitten. Want ze waren aan het oprukken. En dan hebben ze natuurlijk, iedereen heeft elke dag ongeveer 2-3 meter toiletpapier nodig. En dat is alleen nog maar voor het schijten. Maar dan moet ook water, nou water kan je natuurlijk wel, sneeuw kan je smelten. Maar dan moet wodka moet erin. Maar de rest ook. Hè? Benzine, erg belangrijk. En al die andere meuk. De logistiek heet dat. De logistiek van de oorlog. Dat zagen die Finnen. Die zagen die communisten, die katholieken. Die zagen ze rijden met die vrachtauto's. En dachten, ja, pak u. En er zat een slimmerik bij. En ze communiceerden onderling, denk ik wel.
ze chopten het. Je had zo'n lijn van de binnenkomende communistische katholieke troepen. En die werden in drie stukjes geraakt. Nou, kijken wat er gebeurt. Ja, die tanks die hadden geen benzine meer. En die jongens geen wodka meer. En die Finnen, die hadden een sauna. Nee, met blanken kan je lachen, jongen. Dat is ook de enige literatuur die ik leuk vind, hoor. Blanke literatuur. Ik heb helemaal geen hekel aan negers. Daar gaat het mij helemaal niet om. Maar het gaat erom wat ik leuk vind. Maar zo'n verhaal van de winteroorlog, dat ze die communisten eventjes gaan. Dat was gewoon zoiets als Asterix en Obelix. Maar dan niet met toverdrank, maar met gewoon niet zeuren en een keer sauna bouwen. Lekker afwachten wanneer we ze kunnen pakken. Want we kunnen ze niet frontaal aanvallen. Dat was een drama geworden. Neem zo'n spelletje als schaken. Je hebt dan nog Wesley So en Jung Chu Wing of zo. Een aantal Aziaten. De wereldkampioenschappen zijn toch. Ja, die worden. Ja, nu heb je Magnus Carlsen. Nog iemand uit? Het zuiden van Amerika. Maar het is een spel gedomineerd door blanken. Blanke spelen dan. En dat betekent niet dat negers niet mee mogen doen. Ben je hem af? Ik heb ook laatst geschaakt tegen een jongen met een tientje. Die was ook niet in Nederland geboren, ik weet niet waar. Die was ongelooflijk dronken. Maar zijn twee vrienden waren erbij. En van, ja, hij is altijd zo. En ook heel stoned. En ik wilde graag een potje schaken. En iedereen vond het leuk, hè? Oh, wat leuk. Ja, potje schaken. Ja, verloren. Hoppakee. En die man, dat is een jonge man was het. Was zo dronken, man. De stukken vielen om. Dan zag hij, oké, die loper die moet daar naartoe. En dan met zijn elleboog. En als de vrienden gelijk omhoog. Oh, dan gaan we even de ding recht zetten. Ja, iedereen mag schaken. Maar het is onze hobby. Ga maar kijken op internet. Chess lessons. Je hebt die Grandmaster Sarawan. Yasser Sarawan. Die heeft een tientje. Mato Djelic. Dat is mijn favoriet. Die staat onder deze uitzendingen. Die komt uit Joegoslavië. Kroatië, volgens mij. Dat is een blanke. Verschrikkelijk accent. Met een nadruk op verschrikkelijk. Maar goed verstaanbaar. Hij weet er goed mee om te gaan. Want hij kan gaar geen Engels. Niet waar. Hij woont nou in Australië, dus hij moet wel. Maar dat accent blijft zo hangen, man. Ja, daar kom je nooit meer vanaf. Als een blanke. Mato Djelic. Als je het hebt over conspiracy theories en zo. Hè? Al die bullcrap die je er hebt. Is veel onzin hoor. Bij die conspiracy theories. Kijk naar al die bullcrap. Ja, er zit een verdwaalde neger zit er tussen. En de rest zijn blanken. Nou, inclusief de blanken die ongelofelijke onzin lopen te uiten.
dat dan ook weer. Maar als je een beetje blank bent, tabula rasa bent, tabula rasa betekent, tabula is iets van blad of zo. En rasa is dan wit, zo. Onbeschreven, onbeschreven blad. Ja. Tabula, zo. Ja, dat maakt niet uit. Onbeschreven blad. Als je blank bent, dan zie je het. Je ziet dat verschil. En waar het nou vandaan komt, want wij komen allemaal van één en dezelfde vader. Alleen, we hebben gewoond met meerdere generaties, van tientallen, in bepaalde gebieden. En dan krijg je een cultuur en er komt een luiheid uit voort. Want als het maar zo gaat, dan gaat alles goed. En ja, en dat plant zich voort in je DNA. Volgens de Bruce Lipton. Epigenetica heet dat. Dus in zekere zin heeft Charles Darwin gelijk. Survival of the fittest. Dat zet zich door in je. Ja, je activeert je DNA, denk ik. Dat is het, denk ik. Het meeste van je DNA wordt niet uitgelezen. Je kan een beetje kiezen of je wit wordt of zwart wordt. Dat is zeg maar een keuze. Hypermenselijk gesproken. En als daarvoor gekozen wordt, dan neem je dat DNA over. Dan heb je dat geactiveerde DNA van je vader. En die vond dat er wat pigment bij moest. Die pygmeeën die moesten zo donker mogelijk zijn om eten te kunnen halen. Dan val je niet op. Ja, toch? Al die Nederlanders, al die blanke, sorry dat ik Nederlands zei, maar al die blanke soldaten, die doen toch verf op hun smeersel, hè, dat camouflage meuk. Om maar niet op te vallen. Nee, een neger zie je niet. Maar we zijn allemaal van dezelfde vader. En er zijn rassen. Ja. En ik vind het een prima idee hoor, dat we dat verschil tussen de rassen opheffen door als, dan maken we. Ja, van die mild. Ja, dat moet dan maar gebeuren. Ja. Niet gedwongen, AUB. En daar zijn die Illuminati-klojo's wel mee bezig. Want zij weten dat dat staat te gebeuren. Maar ze willen dan ahead of the curve zijn. Hoe noem je dat op zijn Nederlands? Een stap, een slag voor zijn. Oh, dit gaat gebeuren. Ja, nee, dat gaan we allemaal. Ja, dat heb ik gehoord van Perry Winkel. Nee, dat heb je niet gehoord van Perry Winkel. Dat heeft God zelf verteld. Hij is onze vader en wij zijn zijn kinderen. Punt. Ja, en we hebben rassen. Ja. En die Turken moeten lekker Turk blijven. Wat mij betreft, hoor. Stel dat je katholieken. Ja, dat is dan mijn dingen. Het blanke ras houdt niet van katholicisme. Niet zelfs niet, niet straks en ook niet hoite nog, verdomme. Wij zijn de enige katholieke haters die er nog zijn. De enige, ja,
Ik ben niet protestant van aard of zo, maar ik mot geen katholieken. Ik hou er niet van. Heilige Maria, moeder van God. Ja, denk ik, godverdomme. Waar is de peterselie om in mijn oorgangen te stoppen? Dat zijn wij blanken. En luister goed naar deze uitzendingen, want dit wordt opgenomen met YouTube. En ik weet dat YouTube, die jokers, die hebben van die cloud systemen, eentje in de Ardennen, en er staat er eentje bij Delfzijl. Niet in Namibië. Ja? Of Kenia. Toch? Dan kan je nu nog luisteren naar het laatste gesproken woord door een blanke geprovided by op zijn Engels, hè, door een organisatie der blanken. En wie heeft Unix uitgevonden? Iedereen zo klap, 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 klap als de eerste beste zeehond. Zeehonden kunnen dat, hè? Dus dat klap, 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 klap. Klapvee heet dat ook wel. Voor YouTube en alles. Dat is gebaseerd op Unix. En Unix is geschreven door twee blanke mannen. Met kinderen. In de avonduren. Dus zeg maar dag met je handje. Alle blanken gaan eraan. Wordt helemaal niks meer. Ik ken een blanke vrouw. En die heeft een man uit Kenia. En die drinkt geen alcohol. En die rookt af en toe een blootje. En dat is het. Een aardige jongen, by the way. Ik ken hem. Hij kan geen Nederlands. Gebrekkig Engels. En zij praat dan Engels met hem. Toen hoorde ik haar zeggen tegen iemand anders. Niet tegen mij, hè, maar ik ving het op. Hè. Ja, hij is niet handig in huis. En ik dacht, oh jee. Kijk, dat wordt niet echt wat, hè? Ja. En ik weet dat die vent, ja, die is niet de command executive officer van Philips Nederland BV of zo. Die heeft een uitkering. En dan met hem dan de dagen doorbrengen. Ja, dat gaat niet zomaar goed, hè? De huwelijken, de interraciale huwelijken. En dat betreft meestal blanke vrouwen. Met donkere kerels. Om een of andere reden. Ik ken het niet andersom, hoor. Nee. Ik ken een man, en dat is een blanke. En die heeft een Marokkaanse gepaald. Ja, Marokkanen, die vind ik westers, hoor. Dat past er goed bij. Maar ja, dat heeft hij gedaan. Maar dat is de enige die ik ken, hoor. Voor de rest, andersom. En 90% van die huwelijken, waarbij zo'n blanke bitch, die gaat dan lekker lopen ritsen de rits, achter de rits. 90%, dat eindigt onder de armoedegrens of vlak daarbovenop. No fun. Ja, daar gaat het blanke ras. Onze vrouwen worden kapot geneukt door negers. In overdrachtelijke zin. Een negerds met een D. Is dat niet met een T, maar met een D. Hè? Maar door de niet-blanken. Hè? We worden kapot geneukt. Onze vrouwen worden kapot geneukt.
Maar dat is niet leuk. En dan niet zozeer met die kerstverkrachtingen in Berlijn. Dat interesseert me geen bitch eigenlijk. Die stomme kut die daar stond, wat ze dan vertellen. Hè, dat het een of andere blonde bitch is. En dan stond ze plotseling tussen allemaal van die grijnzende snorrenbaarden. Van ha 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 ha. Wil jij de hoer uithangen? Nou, daar maak je het wel naar. Ja, we gaan je pakken, baby. Wel lekker, joh. Nee, daar heb ik het niet over. Het gaat mij erover, die ene vrouw die ik kende. En die dan... die is niet verkracht of zo. Maar... ja, ze heeft wel een man en met een uitkering. En ja, een kraan repareren of dat soort dingen. Dat kan die nou niet. En die kerel die kent geen Nederlands. Hij kent beperkt Engels. En zij is van Duitse afkomst. Ja, dat wordt helemaal niks. En zo gaat dat blanke ras. Heel langzaam. Zo, bie, 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 op alle fronten. Nou, de klote. Er is geen blanke vrouw die er nog vertrouwen in heeft. Eén kind per vrouw. Dus over de 25 jaar hebben we nog 2,5% blanken. En dan over 50 jaar hebben we nog 1,25%. En over 75 jaar hebben wij nog 0,675%. En over... nee, maar het hoofd rekenen, hè? En dan over 100 jaar, dat is dan 4 generaties. Dan heb je 0,675 gedeeld door 2. God zal me kraken. Dat is dan 3. 3. Man, waar is mijn rekenmachine? Dat is ook een blanke uitvinding, by the way. De rekenmachine. Wij blanken hebben niet alleen die radiobuis uitgevonden met een kathode en een anode. Maar we snapten ook dat we daarmee een digitale schakeling konden maken. Digitaal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 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
was een Hollandse uitvinding. Die heette de zeer eenvoudige binaire rekenautomaat. Die bestond uitsluitend uit radiobuizen. Zo'n kathode, anode, en dan de juiste volgorde aansluiten. En dan creëer je een flip-flop, heet dat? Ja, en dan gaan we praten. Je maakt een flip-flop en dan een combinatie van flip-flops. En dan kan je zo intoetsen hoor. Drie, en dan operand, en dan vier, en dan resultaatknop. En dan tjoep. 12. Nee, maar dat is handig. En dat het ook werkt met 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 1 keer 5, 1, 9, 7, blub, 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 en dan is, en dan staat het er ook goed. Ja. Dat is een blanke uitvinding. Een uitvinding door het blanke ras. Daar was geen neger bij betrokken geweest. Niet dat die negers dat niet mochten, maar in die tijd zaten die negers in Afrika. Dus wat hadden ze ermee te maken? Wij mogen toch met radiobuizen spelen, of wordt het nu alweer verboden? Of niet? En we gaan langzaam naar de kloten. Ik ken een andere vrouw, die heeft twee schakjes van kinderen.
Die ene die heeft een tremor. En die andere is een felle donder. En die kerel is een neger. Die is weg. En zij heeft tegen mij verteld dat zij hem niet de deur uit. Zij heeft hem niet de deur uitgezet. Dat is niet aan de orde geweest. Zij heeft hem laatst nog uitgenodigd voor een tijdje. Van, nou, kom dan even langs. En de kinderen vinden dat leuk. En dan kunnen ze papa zien en zo. Maar dan gaat zo'n hufter zich zo gedragen. Dat ze denkt, dat heeft ze tegen mij gezegd, hè. Dat ze het genoeg vond. Ga dan maar weg, man. Maar niet meer. Het werkt helemaal niet met multiculturalisme. Er zijn geen bewijzen van. Het enige wat je kan bewijzen is dat omdat er maar één kind per vrouw geboren wordt, dat het percentage van de blanken, dat daalt. Keihard. Met meer dan een factor 2 per generatie. En is dat zorgelijk? Nou, niet voor de blanken. Want die zijn er dan niet meer. Als je dood bent. Ja, waar moet je je zorgen over maken? Je bent toch weg. Je bent niet gewenst. Oké, doei. Nou, dan mogen die negers die mogen gaan uitpluizen waar de stelling van Vermat ook alweer over ging. En dat drama. En dan gaan we allemaal lekker oeleboeleland. Dan gaat iedereen zich gedragen alsof hij afstamt van een aap. Dat lijkt mij een prima idee. Ik hoef dat niet mee te maken. Tegen die tijd, zo oud word ik niet hoor, maar zoals het nu doorgaat, zijn we straks overgenomen door de Planet of the Apes. Onder de apen. Totale walgelingen. Dan kom ik doodvermoeid, kom ik aan bij God. Ik zeg, godverdomme God. Ik ben blij dat ik naar de hemel kan. En dan kijkt God me, kijkt me dan zo aan. Ik ga ze een beetje zo. En ik ben bang dat hij dan zegt van nee. Nee. Jij gaat onmiddellijk terug. Ik zeg nee, God. Nee, mag ik nou nog steeds niet naar de hemel? Nee, zeg God. Kom terug naar de hel. Burn, baby, burn. Disco Inferno. En dan word ik weer geboren. In Fallujah. Of weet ik wel wat. I'll be back. Het zou mooi zijn geweest hoor, als bij mijn leven ik geconstateerd had van Jezus, wat een mooie maatschappij. De dood van Jezus aan het kruis heeft zijn uitwerking gehad en de vrede is nedergedaald. De Heilige Geest die is overal bezig en het is de hemel op aarde. En ik denk dat ik weg moet, want ik heb zoveel op mijn kerfstok. En dan mag ik dood. Ja, en dan is er niks meer te doen op deze wereld. Snap je? En dat is het blanke ras. En maak je tieten maar nat hoor.
Even tegen die blanke bitches, hè? Die wel tegen een geintje kunnen, of niet? Maar die blanke bitches, maak je tieten maar nat. Hard ride to come. Buckle up, baby. En ga niet die... je hoeft van mij niet een kuisheidsgordel te gaan dragen. Dat ik ook overdreven gedoe. Geeft ook alleen maar clitorisstimulatie. Hou er maar mee op. En een champagnekurk in je... Dat kan wel degelijk, by the way. Hè? Een champagnekurk, en dan moet je scheermesjes nemen. En dan moet je in stukjes knippen met zo'n kniptang. En dan prik je die scherpe kantjes. Een soort prikkeldraadachtig idee. Je kan ook naalden erin stoppen of zo. Ja, dat kan je ook doen. En dan stop je zo'n kurk in je kut. En dan op een suiper zetten. Dat je zeker weet dat... want als je dronken wordt... Ja, dan worden de zeden losser. En dan la, 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 la. En dan, oh ja. Is dat een champagnekurkje in mijn kut? En die man zo, waar heb je het over? En au, 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 au. Hij gaat bloeden. Ik snap het wel. Maar doe niet die seks. Niet doen. Het kan wel. Het geeft schade. Er is een neger op internet. En die heet Jesse Lee Peterson. Hij zeikt over zijn ras. Nou, ik zeik over mijn ras. Al die jongens zijn te stom. Zeikerige vaders. Toestanden, man. En wat moeten we dan met ons blanken? Moeten we echt allemaal weg? Nee, dat kan niet. Dat kan niet. En toen besloot God dat er een pigmentmeter zou komen. En van ieder mens werd het pigment gemeten. En degenen die vals speelden door naar de zonnebank te gaan, die zijn gearresteerd en gemarteld. En de rest is zonder meer afgevoerd. Want je moet minimaal op de score van pigment zoveel hebben. Met de vriendelijke groeten van de Europese Unie. Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat kan niet. Ze kunnen er niet te ver doordraven. Dat lukt niet. Dus er blijft altijd een handjevol van ons over. En de rest gaat lekker zitten wachten op de terugkomst van Christus Jezus. Straks heeft Christus Jezus bij de terugkomst, hè, is hij zo zwart als de nacht. Weet jij wel? Eerst die oorlog. Een richtige wereldkrieg. Een echte wereldoorlog. Eerst de Armageddon en dan de rest. En dat onze vrouwen... Ja, ik snap het ook wel. Ik begrijp het best wel. Ik heb mijn dochter nog moed in proberen te prenten. Want baby, baby, maak je nou niet zo zorgen. Kind, gewoon benen in je buik. Ding eruit, ben je gelijk van je moeder af. En doorstomen met die handel. En je krijgt kinderbijslag. Speel het een beetje handig. Homo.
Ja. Ja, zij willen niet. Totaal anti-kinderen. Ja, anti-moederschap. Anti-moederschap. Mijn kind, die kwam op een dag, jaren terug hoor. Was ze heel vrolijk. Alles geluk. Ja, zei ze, ik heb... Hadden we te eten of zo. Mama vertelde mij een verhaal van lang geleden. En dat vond ik een leuk verhaal. Zoiets, hè? Ik denk, een leuk verhaal. Ja, want ik was te vroeg geboren. En dat was een hele zware tijd voor mijn moeder. Er is die scène van The Big Lebowski. Dat de protagonist, de hoofdrolspeler, de dude, die wordt met zijn kop in een play gedouwd. Ja, zoiets had ik ook nog zin in. Ja. Een zware... Ik heb er maar niks van gezegd hoor. Als ik er daar wat van zeg, hè, dan gaat mijn dochter gelijk... Oh, nou zeg, en zit jij de woorden van mama? Terwijl ze... Nou ja, ik heb het niet echt gevraagd, maar... Zij heeft geen mama, maar om dat nou weer te gaan verklappen, dat is ook weer zo bitter. Dus dan moet je een beetje geheim houden, maar mijn dochter heeft geen mama. Ja, mama had het heel moeilijk met mij. Ik was het toch zelf, godverdomme mij. Hoe de wijf de godganse tijd lekker op de bank zat. Net als Peggy Bundy. En dan met ontblote tieten en dan Hans van Soest. Met een Z. En die zat er dan te kijken naar die tieten. En die zei, ja, dit is best wel erotisch. Ja. Een moeilijke tijd voor de moeder. Dat Hans van Soest naar de rechter tiet kon kijken. Terwijl ze met de linker tiet... mijn dochter... En dan... ja. Nou, hij is leeg hoor. En even overschakelen aan de andere kant. En dan Hans van Soest erbij van... Nou, dit is erotisch. Ja, dat was een moeilijke tijd. Ja, zonder meer. En zo gaan wij naar de kloten. Ja, door Hans van Soesten. En jullie vrouwen die recht aardig zijn, die hebben niet... ja, je mag gewoon gaan suipen, maar je houdt je broekje aan. Meer niet. Altijd bedenken van, oh ja, ik heb een onderbroek aan. Nee, niet je neukje, nee. Dat kan je ook doen. Dan heb je niet het ingewikkelde ding nodig met zo'n champagnekurk met van die scheermesjes dingen erop. Voor het geval dat je lichaam helemaal aan jou ontvalt. Want alcohol is een grote afrodisiak. Iedereen heeft het over Spaanse vlieg, maar alcohol is bewezen meer productief. En voor de rest denk ik, ja, wij blanken, ja, we hebben nergens wat mee te maken. Niet neuken. Niet neuken. Ook niet bij blanke vrouwen hoor. Dus, niet doen. Als een blanke vrouw niet in de gaten heeft dat het blanke ras dan moet je dan niet neuken. Echt niet doen. Neuken voor vrede. Niet voor chaos. Dat is ook zo met die MGTOW-beweging. Men going their own way. Dat is ook, ja, nog meer goed nieuws. Jezus, mijn Christus. Ja, wij van de blanke. Van de blanke ras. Wij gaan niet meer met vrouwen om. Wij
kiezen een andere weg. Onze eigen weg. Wij gaan kano varen en vissen, maar dan wel in mooie gebieden in Canada. Oh, dat is leuk hoor. En dan, ja, en daarna weer terug en dan weer aan het werk. Oh, ik heb een leren bank. Een mooie bank hoor. Zo gaan we toch naar de klauten, of niet? Well, ik snap het hoor, van MGTOW. MG, a man going their own way. Dus MGTOW, MGTOW moet je zeggen. MGTOW op zijn Nederlands. MGTOW op zijn Engels. MGTOW. Ik snap het wel. Bitches. En die stomme overheid van ons. Vraag me ook af, waarom zijn die Syriërs, waarom moeten die naar Nederland? Voor die Joegoslaven, die moesten naar Nederland omdat... Ja, waarom eigenlijk? We hadden er iets te maken met Srebrenica, maar dat waren 40 jongens van ons. Eentje daarvan ken ik, of kende ik, een keer gesproken, een keer een foto van hem gemaakt. Aardige vent. Ja, dan komen de Joegoslaven hier naartoe. Oké. Maar waarom die andere mensen? Waarom? Ze willen van ons af. Dat is de reden waarom. Wij zijn te slim. En nu is het aan ons. Wat gaan wij daartegen doen? Het enige wat wij hebben, dat is de Bijbel. Je hebt de Bijbel en je hebt angst. Kies maar. Pick a card. Pick any card. De Bijbel of angst. Dat is toch een mooie hart onder de riem voor iedereen die oftewel blank is. CQ, de blanke, een warm hart toedraagt. En dan niet omdat ik weinig pigment heb. Daar gaat het mij niet om. Weinig pigment, dat is een uiterlijkheid. Het gaat mij over hoe ik ben. En dat je mij een warm hart toedraagt. Ik laat negers met rust, man. In het schietcafé, daar komt Frank. Met Frank heb ik... Wij hebben contact, maar we praten niet. We hebben 1 keer, 3 keer of zo wat gezegd. Van bla bla. En hij zo, bloe bloe. Ik zo, oh, bla 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 bla. En dat was het dan, hè? Eén keer kwam ik Frank tegen. Die liep weg van het streetcafé. En ik was op weg naar het streetcafé. En Frank zei... Oh, als ik geweten had dat jij zou komen... dan was ik blijven wachten. Maar nu heb ik mijn jas al aan en ben ik op weg naar huis. Oh, dat is Frank. Zijn vader was in de politiewezen, militaire huppeltje pup. Met die koloniale overheersing. Zijn vader was een hotbeef. En nou zit hij in Nederland. Ja, dat weet ik. Nou en... Frank is een aardige gozer. Ouder dan ik. En mooiere tanden. Dat wel.
Hij heeft ook een bril. Ja, die heb ik dus daar. Dus hij heeft ook een bril. Een aardige vent. En hij sleept een heel karma mee hier naartoe. Hij is heel anders. Maar goed, denk ik. Zo zijn er wel meer hoor, van die buitenlandse mensen. Want ik denk, ja, kom maar lekker binnen, we maken dat. Frank is wel een fijne vent. Dat heet uitstraling. Een uitstraling, dat wordt dan gezien als een niet bestaand begrip. Dat je uitstraling niet kan meten. Maar uitstraling kan je wel meten. Blanken hebben dat vastgesteld. Dat kan je meten. Met een antenne. Er zijn experimenten mee gedaan. Moet je een hele gevoelige antenne hebben. En dan kan je het meten. Als mensen naar iets heel vervelends kijken, dan daalt de uitstraling. En als mensen heel rustig zijn, dan vermeerdert de uitstraling. Dan kan je zo je metertje lopen. Van zoveel microampère, dat is heel weinig hoor. Naar meer microampère. Ja, you don't believe me? Het is wel zo. Rupert Sheldrake, dat is ook een blanke. Ik ga hem nu afsluiten en dan ga ik er eentje maken over Rupert Sheldrake. En dat blanke ras. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. En hopelijk tot een volgende keer, zeg ik op zijn hamburgers. Tjus en dag lieverds.